Deze video is mede mogelijk gemaakt door Global Joy Media Groep. Dames en heren, welkom. Ik ben helemaal vereerd. Volle zaal, ik heb echt een volle zaal getroffen. Respect voor het zitten en het staan en de warmte. We gaan er dan maar proberen zo spetterend mogelijke show van te maken. Kunt u mij ook verstaan daar achterin? Ja? Dat is mooi. Ik kom er zelf amper op staan, het is zo rumoerig. Ik ga heel veel vertellen over mobiel. We zijn hier vandaag op de IAM, Interactief Adverteren Marketing. En mobiel is ja, het nieuwe ding eigenlijk hè, voor marketing. Waar 10 jaar geleden we opeens erachter kwamen dat iedereen een pc had en op internet ging, komen we nu ineens achter dat iedereen een mobiele telefoon heeft en er iets mee wil. En ook de bedrijven willen er iets mee. En we moeten er iets mee. We moeten er een visie hebben, een verhaal. Nou, ik ga u van alles vertellen wat ik erover weet. Ik ben zelf meer dan 10 jaar bezig met mobiel. Ik ben een van de oprichters van het bedrijf CM. En dat is een bedrijf wat zich voornamelijk met sms en mobiel betalen en interactiviteit bezighoudt. En voor televisie, politie, overheid en dat in heel veel landen. En in die afgelopen 10 jaar heb ik heel veel gezien, heel veel geleerd. Wat ik u ga vertellen is eigenlijk gebaseerd op 3 dingen. 1, een beetje mijn ervaring. 2, en dat is het belangrijkste, heel veel feiten en cijfers. Want anders is het ook maar een mening. En 3, heb ik ook nog wat eigenwijze dingen. Als u het daar niet mee eens bent, zeg er wat van. Dan gaan we de discussie aan. Ik heb zoveel sheets bij dat we dat toch niet gaan halen. Dus we kijken gewoon hoe ver we komen. Globaal wil ik u wat vertellen over mobiel, dus algemeenheid. Mobiel, wat er op dit moment mee gebeurt. En het belangrijkste, wat kunt u ermee om succesvol te zijn in de mobiel? De presentatie heet ook het opslingermoment, voor zover u de sheets kunt lezen. En dat is wat er nu aan de hand is. We gaan nu beginnen, het mobiel. Internet is heel succesvol geweest, maar nu gaat het op mobiel verder. Ik heb eigenlijk mijn drie eerste sheets, die vertellen eigenlijk het hele verhaal. Kunt u trouwens iets zien van die sheets met de zon? Een beetje? Zal ik nog maar goed uitleggen wat erop staat? Hier staat een foto van mij. Hier staan twee krantenkopjes waar eigenlijk op staat dat op dit moment 2/3, 60-70% van de wereldbevolking een mobiele telefoon heeft. Dat is dus heel veel meer dan internet. Er zijn ongeveer maar 1 miljard mensen op de wereld met een pc, met internet. Maar er zijn al 3-4 miljard mensen met een mobiele telefoon. En een groot deel daarvan heeft internet. Dus voor hele grote groepen in de wereld wordt het internet nu pas voor het eerst ontdekt. En dat is op dat kleine schermpje, op de mobiele telefoon. Dus eigenlijk lopen wij in Europa een beetje achter in onze gedachtegang. Want wij denken dat internet nog iets is wat je op zo'n grote kast thuis of op het werk bekijkt. Nee, voor het grootste deel van de wereld is internet iets wat op zo'n klein schermpje zit wat je overal mee naartoe kan nemen. En dat is eigenlijk, daar moeten we iets mee. Dan is er nog iets anders aan de hand. En dat zit hier nu achter mij. Kunt u zien? 4 telefoons. Kunt niet het verschil zien bijna. Ze lijken allemaal, oh, je kunt daar ook nog beter zien. Kijk, dat is de truc. Dan kom ik eigenlijk ook even daar kijken als ik het niet meer kan zien. Maar wat u ziet zijn de 4 telefoons van 4 willekeurige telefoons, high-end telefoons van verschillende merken. En wat valt u op? Ze gaan allemaal sprekend op elkaar lijken. En dat zegt iets voor mij. Dat zegt dat de ontwikkeling van een mobiele telefoon, hoe tegengesteld dat onze gevoelens ook is, de ontwikkeling van de telefoon zal nu wel eens aan het eind kunnen zijn. Of op zijn minst in een soort stabiele tussenfase. Waarbij alle telefoons, alle manufacturers ongeveer op elkaar gaan lijken. En dat is mooi, want de PC deed dat ook op een gegeven moment. Die gingen ook overal op elkaar lijken. En toen kwam pas heel de wereld met applicaties en de toepassingen voor de mensen. En toen konden mensen echt iets gaan doen met de PC. En dat zie je nu met mobiel gebeuren. Het komt een personal telefoon, een soort universele telefoon aan. En die ziet er ongeveer zo uit. En dan kan het 2 kanten op gaan. En dat is nu maar de vraag. Er zijn de afgelopen jaar is eigenlijk de wereld van mobiel enorm gaan groeien. Door onder andere de komst van de iPhone. Nou, weet u alles van, heeft u al heel veel over gelezen. Maar er is eigenlijk iets anders aan de hand naast die iPhone. Want die iPhone, dat is maar 5-8% van de mensen heeft maar zo'n iPhone. Er is nog 90-95% van de mensen die hebben geen iPhone. Maar die kopen ook wel andere telefoons. En wat je ziet, is nu dat we op een splitsing staan. Ofwel, Steve Jobs van Apple krijgt gelijk en iedereen krijgt straks een iPhone en dat is een apparaat dat voor iedereen ongeveer hetzelfde is en nou, Apple controleert eigenlijk die mobiele wereld. Ofwel, het gaat meer de Google kant op.
de Erik Smit kant. En dat is de kant dat het meer open gaat worden. Je ziet dat op deze sheet heel ingewikkeld uitgelegd. Het begint allemaal heel simpel hier. Het wordt steeds meer mogelijkheden komen erbij. Meer applicaties, meer mogelijkheden, meer sensoren. En het wordt opener. Iedereen kan meedoen in het mobiele ecosysteem. Iedereen kan straks geld verdienen of samenwerken in de mobiele wereld. Behalve Apple, die gaat meer deze kant op. Maar de Android-telefoons en dingen die gaan meer die kant op. En wat het gaat worden, weten we niet. Maar als marketeer moeten we daar nu wel iets mee doen. We moeten nu een mening vormen van hoe gaan we om met die mobiele telefoon. Mikken wij ons op die 5% iPhone-gebruikers, die overigens op dit moment wel 95% van het mobiele internetverkeer veroorzaken. Of gaan we ons mikken op die grote massa die er nu aankomt. Die massa die nu smartphones aan het kopen is. Want smartphones, dat is nu eigenlijk de grote ontwikkeling op de mobiele markt. En daar gaat mijn volgende sheet over. Hier ziet u de telefoon verkopen de afgelopen 10 jaar en de komende 5 jaar. En wat u ziet is dat er steeds meer en meer telefoons verkocht worden. Dat is nu een beetje gaat dat stabiliseren. Daar komt iedereen heeft al een telefoon en die werkt op zich best goed. Maar van de vervangingsmarkt, dus mensen die een nieuwe telefoon kopen, kopen er steeds meer mensen een smartphone. Een smartphone is iets, je kan ermee bellen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is eigenlijk om de internet applicaties te doen, om andere dingen naast het bellen te doen. Wat belangrijk is aan deze sheet, is dat u ziet dat niet iedereen een smartphone heeft. Want als ik hier in de zaal ga kijken, ik weet zeker, 80% van u heeft zo'n smartphone, zo'n iPhone of zoiets. Klopt dat zo'n beetje? Wie heeft van u zo'n iPhone of een smartphone of een Android? Ja, kijk. En als we nou rondkijken, iedereen heeft zo'n ding. Dus wat wij gaan denken, is dat iedereen zo'n ding heeft. Maar dan zijn er dus toch nog hele grote groepen in Nederland die dat niet hebben. Ook uw klanten of de klanten van uw klanten. Misschien uw vaders en moeders, ooms en tantes. Maar een heel groot stuk van de Nederlandse economie wordt nog bepaald door mensen zonder iPhone. Het blijkt ook hier, in 2010, een kwart ongeveer van de nieuwe telefoons zijn smartphones. Nog al die oude telefoons, allemaal nog in omloop, die zijn dat nog niet. En daar moeten we wel rekening mee houden. Dus als we iets gaan doen met mobiel marketing, een mobiele strategie, moeten we altijd afvragen, gaan we voor die toekomst ons nu klaarmaken? Of gaan we nu voor de massa en onze doelen bereiken op dit moment? Dat is een heel belangrijk punt om nu af te wegen. Nou, voor deze sheet is het eigenlijk gewoon te donker, hè? Sla ik die over. Deze is ook vrij donker. Maar deze is wel heel leuk. Deze sheet gaat erover, een beetje Amerikaanse sheet. Dit is weer echt een onderzoek. En van Morgan Stanley heeft het onderzoek gedaan. En die zeggen, een paar jaar geleden waren mensen 40 minuten per dag bezig met een mobiele telefoon. Nu zijn mensen 60 minuten per dag bezig met een mobiele telefoon. Dus je gaat die telefoon veel meer vasthouden, veel meer mee doen. Steeds minder bellen. Bellen loopt een beetje terug. SMS'en valt op, blijft gelijk. Dus je bent meer tijd met je telefoon bezig. Maar percentueel blijf je nog evenveel tijd met sms bezig. Dus eigenlijk sms groeit. Dat weten veel mensen niet. Maar sms is een groeiende market. En daarnaast komt er heel veel ruimte voor andere diensten. Muziek, data, dat soort dingen. Nou, en dat is natuurlijk nu het interessante stuk van de markt. Want daar kunnen allerlei spelers in gaan stappen en kunnen we samen succes gaan maken. En dan komen er nog van die verstorende factor als een iPad. Is dit mobiel marketing? Is een iPad een mobiele telefoon of is het een laptop? Straks weten we het eigenlijk niet meer. En straks is er niet meer zoiets als een vaste PC-internet en een mobiele telefoon-internet. Dat gaat natuurlijk allemaal een beetje naar elkaar toe groeien.